Hier is een knop. Hier is een knop. Gaan we erin op drukken? Ja. Here we go. Nou is het slow. Nearly there, keep at it. Ah, we zijn er bijna. Gewoon doorgaan. Hey, jij loopt bij mij even vast. Ik ren als een speer naar boven. Ja, oeh, sorry, knetters. Wow, ik krijg ineens een soort ontploffing. Ja, klopt. Wat was dat dan? Dat was dynamiet. Wat kwam dat vandaan? Ja, het was zo'n knop. Ik ging op zo'n drukplaats staan in het pikken door. Man, ik schrok ervan. Ik had even een rare vastlopen, maar in één keer doet hij het dan weer. Ik ga snel ook, hé. Ja. We zijn in Vanarheimer. Vanarheimer. Zo. Dit is ook weer een fantastische plek. En je mag even ontspannen, want ik heb voor jou in de aanbieding... Een... Ah, een vishengel. Een vishengel. Oh, daar leg ik even mijn... Nee, mijn wortels neem ik ook mee. Daar leg ik even mijn, mijn zielenzand voor. Nee, mijn mossige bloksteen. Nee, mijn tarwe. Goed. Want we moeten iets doen hier, denk ik. Ik denk dat we hier een hengeltje moeten uitgooien. Ik ben voor. Is hier zo'n gaat hij dan? Maar hier vinden we toch geen bijzondere dingen in deze versie van Minecraft? Of wel? Geen idee. Dit is 1.5.2 spelen wij in. Ja, dus dat is volgens mij nog helemaal niet. Dat is niet zo. Volgens mij vind je hier alleen maar gewoon een vis in. Ja. Volgens mij vang ik hier helemaal niks. Maar het zal wel, geluk en plundering 3, het zal wel sowieso wel leuk zijn om mensen hier een lel mee te geven. Nou, of dingen. Lekker je eigen tijd. Nou, even proberen, toch even proberen te vissen. Kijken of dat, wat er dan gebeurt als ik iets opvis. Beetje zo aan het snoer trekken. Een beetje... Oh, spanner, shit. Oh, spinnetjes. Oh, enge spinnetjes. Oh nee, niet die spinnetjes. Vieze spinnetjes. Dan blijf ik even lekker vissen. Als ze me missen, dan ben ik even lekker vissen. Ik vang niks, joh. Ik heb geen beet hier. Misschien was het niet diep genoeg. Ja. Ik ving een gewone vis. Die gooi ik lekker terug. Hey, wil jij dus vishengel anders? Nee, die kan ik wel goed gebruiken. Oh. Daar zijn hele enge spanners namelijk. Oké. Okay. Kunnen we dan ook gewoon van die visjes, van die... Waar zijn die spanners? Hier op het hoekje? Nee, iets verder. Oh, daar. Ik zie ze. Ik ren erop af. Maar zijn creepers ook... Oh, dat doet... Nou, die, dat heeft zichzelf opgelost. Allemaal, mag goed. Ja, daar zijn de spinnetjes. Rechts. Rechtdoor nu. Hier heb ik ook iets kapot gemaakt. En hier ook nog. Hier zitten van die trolletjes in. Oh, pas op, hier is al een creeper. Hier zijn van die koeien. Hier is een creeper. Creeper. Zo. Creeper. Links. Een creeper. Hey, volg de vlaggenstokken, staat hier. Follow the flagpoles. En dan zie ik al flagpoles. Dan kom ik langs allemaal creepers. Dus even kijken hoor. Eerst eventjes de... Is dat een gouden stad in de verte? Waar ben jij, joh? Dat ziet er vet uit. Ik ben hier. Oh. Pas op. Oh, je spanner. Hier nog, joh. Is nog een spanner. Ah. We moeten de vlaggenpalen volgen. En die zijn, dat zijn die dingen daar dus. En er is een creeper spawner. Beneden. Eet je wel genoeg? Ja. Gelukkig. Ik niet. Oh, ik gooi de paal weg. Gelukkig tegen de steen aan. Als ik de steen gemist had, jongen. Dan was ik zo de oneindigheid ingevlogen. Zo, goed. Ja, de flagpoles. Oké, ik vind het stiekem eigenlijk best wel een hele leuke map dit. Ja, ik ook. Dit vind ik echt een leuk stuk. Mr. Grimdes, this piece, we love it a lot. I love it. Zo. Ja, dat zou hij inderdaad hebben gezegd. Ik denk dat we hier zo meteen naar binnen moeten. Maar ik ga even hier kijken om het hoekje, omdat het leuk is. Ja. Om even te spieken wat er is. Hoehoe! Pas op, gat. Hier. Oh, it's all... Mr. Grimdes, if you're walking here... keep an eye out. Look out. Oké, we gaan hierin. Yes, we go upstairs now, Mr. Grimdes. Oké. Okay. Yes. And... Soup. Upstairs we find... Ah. A lot of creepers. And spiders. And... All spiders. Gaan we erin rennen en dan gewoon... voor de... Zo. Cool. Wow, ja, spinnetjes. Echt gigantisch bij mij, joh. Oei. Even bijkomen, hoor. Hé, we laten die spinnetjes van het broek vallen. Ik wil even kijken, maar ik ben een beetje bang voor spinnetjes. Ik heb alle dingen al kapot.
Botten gooi. Wat is dit? Gewoon een geverfde leren broek. Hey. Heb je alles al kapot? Ja. Held! Ja, en hoe? Ik hoor wel een spinnetje boven mij, dus ik ren even lekker door. Ja, het is niet helemaal super veilig hoor, maar we komen in de buurt. Haha! Hier zou weer een. Oké, we moeten deze kant. Oh, kijk, hier beneden moeten we heen. Wat is dit tof, jongen. Daar! Ja, daar moeten we denk ik straks naartoe lopen. Nee, daar komen we vandaan, man. Nee, stop! Daar begonnen wat? We, daar begonnen we. Ja, daar komen we, sorry. Oh, we zijn zo doorgelopen. Ik was het product weer heen gelopen. Ja. Oh, hier is er een. Waar is mijn pijnenboog? Oeh. Ik heb die. Ik zag hem. Ja. Hier zijn kleine dwergjes. Ja, maar dit is een soort van multispanner. Multivitamine spanner. Oh. Er komt van alles uit. Ja. Hier is weer een bordje. Don't stop erbij? Running. Oh, we moeten blijven rennen. Okay. Arjan, blijf don't weg. Stop running. En nu? Ik ben gewoon door blijven rennen, joh. Voor mij maakt hij ons gewoon boos. Of bang. Niet boos. Misschien ook wel. Misschien maakt hij ons gewoon boos. Dat je maar nu spontaan gaat schelden. Hé, hey, we zijn bovenaan. Gouden. Yes. Gouden blokken. We zijn er bijna, denk ik. Kijk, hier een bordje. Oh. Where you're going, you'll need this. Oh, shit. Oeh. Nou, neem ik de andere kant. Ik heb zoveel leuke spulletjes bij me. Ik gooi wat ladders weg. IJzer neem ik nog wel even mee. Nee, niet anders die ladders bij. Is misschien handig om te hebben. Ik heb alleen allemaal... Ik heb ook een ei bij me. Wat heb ik dat nodig? Ik heb toen niet jou. Gewoon een ei. Hé, hey, maar rode wol. Ja, ik neem maar mee voor de zekerheid. Oh, jij kan het meenemen. Hartstikke fijn. Supermooi. Zo. Goed, we gaan naar een plek waar we TNT nodig hebben. Nou. Oh, hier staan allemaal bordjes. Oh, deze totems brengen je naar een complete wereld, staat hierbij. Nee, naar een zeg maar gecomplementeerde wereld. Ja, een complete, precies, een volledig gemaakte wereld. Precies. Jotunheim, Muspelheim, Helheim, Svartal, Midgard, Alfheim en... Hier zijn we toch begonnen. Er zijn toch al die plekken waar we naartoe zijn gegaan. Nee, maar kijk. Als je verder loopt, heb je en spawners en een soort van Rainbow Road-achtig iets. Ah. Wat is dit dan? Save point. Oh, save point. Nou, dat zal wel belangrijk zijn. Zal ik even naar de... Kijk eventjes. Teleported Ion, Teleported Tubers en... Nee, staat er nog niet bij. Nog één keer doen. Doe nog eens. Gebeurt niks. Ik heb volgens mij mijn contributie niet betaald, dus ik mag niet. Ik heb een gekraakte versie van Minecraft. Dat kan ik niet saven. Dat is stom. Wacht even, zullen we hier een bed neergooien anders? Ja. Hij saves echt niet hoor. Ik zit even naar de dinges te kijken. Heb jij nog een bed bij je toevallig? Hier is wol, nee. Heb je hout bij je? Nee. Ik ook niet. Is hier geen hout te bekennen, nergens? Nee. Ook niet binnen? Nee. Ah, chips. Nou, dan... Ja, nou, ik zeg niet dat het zo is, maar meestal zie ik in het logbestand, zeg maar, wat ik hier op de achtergrond heb, daar zie ik dan staan, set spawn point from tubers to, maar dat zie ik nu niet. Dus dat vind ik lastig. Dan denk ik dat we toch even een bed moeten neerzetten. Ik denk dat deze paal gewoon niet werkt. Heb jij trouwens eventjes één blokje... Iron voor mij, dan kan ik even die beacon aanknallen. Ja hoor. Die is namelijk uit nu. Ja. Yeah. Heb je nog een voorkeur wat je wil? Nou, doe maar met karamel en nootjes. Dat vind ik het lekkerst. Even kijken hoor. Ik ga dan heel eventjes weer naar creative, want dat moet wel. Game mode 1. Dus niet. Caps lock weer aan. Game mode 1, ik zei het nogal schreeuwerig. En dan pak ik even een bedje. Zo. Gooi het bedje maar even naast de savepaal. Game mode 0. Ik permitteer me de laatste tijd wel allerlei vrijheden in dit. Behoorlijk inderdaad, ja. In deze spelletjes. Dan met Wilfred spant helemaal de kroon. Goed. Ja? Ja, dat is echt waar. Hier, Paulus, hier zit een bed. Kijk zo in. Oh. Zo. Nou,
Don't Stop Running of is het weer anders? Het staat hier. Nee, dit is gewoon Rainbow Road. Heimdallers Might. Weet je wat dit is? Dit is hetzelfde als volgens mij bij die magische poort bij Thor. In die film Thor, ken je dat? Ja, die heb ik laatst een keer gezien. Hé, hey, wat is een mooi zwaard. Wil jij die hebben? Ik heb een heel mooi zwaard. Ik heb ook een heel mooi zwaard. Ik heb vuuraspect 7, duurzaamheid 4, terugslag 2, scherpte 3. Ja, ik neem wel. Dat is wel een aardig vet zwaard, hè? En ik heb wel de plek voor die klompjes en die appel kan ik ook nog meenemen. En zullen we ook die drankjes eens gebruiken? Oh, hier zijn allemaal drukplaten, hè? Kijk uit. Ah. Moeten we waarschijnlijk overheen springen. Oh, dat gaat natuurlijk ontploffen. Ja, precies. TNT, Olardier. Ja, maar kijk even die gele dingen, hè? Links en rechts. Ja. Wat doe ik jou dat aan denken? Goud? Nee. Wat? Waar? Kijk naar de vorm. Daar. Die gele dingen links en rechts. Aan blazes. Kijk. Nee, dat zijn geen blazes. Oh. Dat zijn monsters met gouden pakken aan. Ah. Dat is sowieso niet fijn, denk ik. Ik denk dat we moeten rennen. Even genoeg eten nog. Even heb je eten nog? Zit vol. Oh man, ik durf bijna niet, joh. Ik ben er klaar voor. Oké. Okay. Nee. Controle rennen werkt nog niet hier, hè, in deze versie. 3, 2, 1. Go. Oh, die is stom. Die is wel achterlijk. Hey, vuurwerk! Oh, dat is vuurwerk! Oh. Oh, nee. Oh, ik kom naar je toe, hoor. Wat? Gewoon ga ik nog steeds dood in de RTP. Zo. Super cool, dat vuurwerk. Oh man, dan krijg je die gouden stad. Oh man, fantastisch. Zo. Ja, mooie pijn omhoog, hè? Pijn omhoog is echt geweldig. Dat wil wel. The Golden City. Allemaal magisch. Oh man, dit is echt mooi. Kom, maak een screenshot hier. Kom, maak een screenshot. Kom. Wat? Oh ja. Maak een screenshot hier. Zo. F5'en. Hup. Ik zet over mijn helm af. Nog plek voor, zo. En dan gaan we dan even aan die kant. Oeh, Klaas is er bijna af. Zo. En F1 en poef. Ja, tof. Is dit Asgard? Ja. Cool. Mr. Grimneth, amazing. Yes, you did an amazing job. The Golden City. We couldn't be more proud of you. Valhalla. Oh, ze zijn maar niet met Valhalla. Ze zijn natuurlijk boos, of niet? Ik doe zal de deur dicht. Ja, ze zijn boos, hoor. Dat is helemaal niet handig, joh, wat ik nou doe. Maar goed, hè? Ik zie de spawners. Ik ben nog een half hartje. Ja, ik lek volgens mij, joh. Ja, ik lek ook. Nee, ik ben gewoon heel slecht. Ik ga hartstikke dood. Goed. Nou, ik ga er zijn echt heel veel, Arjan. Ja, dat zijn heel veel. Wat doen nou die zombie Pikmin in Asgard? Vraag me ook af. Mr. Grimdes, wat are doing de zombie Pikmin in Asgard? Could you please tell us? Het vuurwerk ook. Alsof je een scheetlaag ziet er een beetje. Ja, nou, in het serieus. Als ik een scheet laat, dan klinkt het wel vaak zo. Vuur! Dan komen er niet van die sporen achter. In ieder geval niet die kleur. Wat ontbreekt er dan nog aan? Goed, zijn ze al despawned? Zo'n dopje vochten. Oh, fuck. Hup, spawnen. Gaat-ie. Boom, kapot. Volgende. Ik ren naar de andere kant. Ik doe hetzelfde trucje nog een keer. Ik weet waar de spawner zit. Gaat-ie het redden. En hij redt het. Yes. Kistje. Met een diamanten houweel. Haha. Doet ook een kistje. Met een diamanten zwaard. Oh. Nice. Hier, even brood ook. Brood. Ja, ik kan het helemaal meenemen. Dus dat is dan jammer. Ja, dit is toch wel. Het is toch wel een hemelse plek, dit, Paul. Ja, behoorlijk. En het gebeurt, er is van alles achter ook. Jemig, serieus, even tussen ons, hè. Ik bedoel, hij luistert wel mee, maar die vertaalde van YouTube, die maakt er toch helemaal niks van. Je hebt toch serieus geen leven als je de tijd hebt om dit te maken. Dan moet je toch gewoon serieus niks beter te doen dan weer even. Ik stel me altijd voor dat mensen zijn. Zo, pas op. Ja, dat diamanten zwaarte maakt het helemaal niks uit. Kom op, ga eens neer, jullie. Oh,
Maar waar komen die beesten vandaan? Ik heb de spawners al kapot, ze zijn er nog steeds gewoon. Ze zijn gewoon heel sterk. Ja. Maar ze moeten allemaal jou hebben. Ik kan gewoon vrij rondlopen. Chill. Ze moeten echt veel pijlen hebben, hé. Waar moeten we heen, Arjan? Oh, hier moeten we heen, joh. Ja, wacht even, ik heb nog een beetje een stokje met die gast. Ik ga even chillen. Nou, serieus, ik heb zo'n goede boog, hè. Ik wil niet weten hoeveel pijlen er losgeschoten moeten worden. Oké, maar ik ga het niet redden, jongens. Ik ga even kijken of ik hier langs kan lopen. Oh, shit. Naar die kant toe, zei je? Momenten. Ja, ik heb ze echt allemaal achter me aan nu. Of tenminste, in ieder geval één. Holy, holy. Zo, mooie kist. Maar mijn zwaard is bijna kapot. Ja, ik heb hier heel veel zwaard. Ja, maar dit is een heel mooi zwaard. Die ik nu heb. En jij hebt een aanbeeld. En hier is goud in de buurt. Ik kan hem ook repareren. Het aanbeeld heb ik al lang weggegooid net. Nee, echt. Ja, maar het ligt nog wel. Ik kan het wel halen. Dan ga je maar niet meer langs. Ik weet waar het ligt. Hé, hey, waar moet ik naartoe? Gaan ze mij niet pakken? Ze gaan mij pakken, of niet? Oh nee, ze gaan jou pakken. Deze moet mij hebben, ja. Oh nee, ze moeten mij hebben. Shit. Wat voor dikkie. Moeten ze naar het water toe? Nee, niet mij gaan doen, jongens. Nee, niet mij. Wat zei je? Oké, hier, dit huisje, ben je erin gegaan? Ja, ik ben open. Gewoon zeg maar naar achter gelopen. Een uitkijktoren, die kijkt zo uit op de Rainbow Road. Ja, maar die is zeg maar ook een hele mooie kist. Oh, ben je dan moest het daar weer naar boven toe? Helemaal naar boven. Ja, die kist heb je toch weggehaald dan? Of hier helemaal boven? Oh, kijk nou. Valkyrie Supply Pack. Oh, juist. Jemig. Dit is tof. Ja. Ja, we kunnen hem niet meenemen. Maar het goud, dat we die wel meenemen, is ook wel ergens een werkbank. Nee, hè, hout. Is hier van alles gemaakt, maar nergens hout te bekennen. Ja, wel wat. Moet weer naar beneden toe. Mooi speelbank. Hier is een werkbank. Oh. Ja, ik heb echt veel zooi, man. Ik ga toch wel even wat kijken wat ik mee kan nemen hiervan. Want we zijn toch nu bijna bij het machineonderdeel, mag ik aannemen. Ik neem het goud sowieso mee, denk ik. Heb je de werkbank meegenomen toevallig? Oh, nee. Oh. Even kijken. Die gouden blokken. Heb jij gouden blokken bij je? Nee. Kun je die... Nou, goudklompjes. Weet je wat ik doe? Ik gooi wel iets neer, joh. Ik gooi oranje kleurstof gooi ik weg. Ik neem die gouden blokken wel mee. Oké. Okay. Al die goudklompjes neem ik ook wel mee. Oh, die kun je ook meenemen. Dat is het belangrijkste, denk ik. Die boekenkasten zijn misschien nog handig. Pas we willen gaan toveren. Iedereen kan toveren. Hocus pocus. Hey, kool. Nou, kool hebben we wel, hè. Ja. Een helmpje. Dat moet ik even opdoen. Nou, oh, hier zit allemaal ijs in de kist. Dat moet ook mee, of niet, staat er geen ijs in de kist. Ik zit gewoon zitten naar mijn eigen inventaris te kijken en denk dan dat het in de kist ligt. Ja. Misschien moet ik een beetje beter opletten. Maybe you have. Kijk, hier is een werkbank. Hier is een varken. Hé, hey, gast, je familie loopt daar in de verte. Waar? Nee, ik heb tegen gezegd dat het varken. Oh, even de deur. Hier is een... Oh, hier loopt een ding! Oh. Oh ja, heel veel. Hoe kan dat, joh? Oh, die komen daar uit zo'n ding. Ik ga hem kapot maken. Ah, shit, mijn mooie... Ik heb hem kapot. Mijn mooie dingen die ik niet wou gebruiken is kapot. Ah. Ik ben aan het vluchten. Ik ben keihard aan het rennen nu. Ik ren nu een of andere boerderij op. Oké. Ik zie daar heel veel zombies. Wow, gast. Kom eraan. Dit is mooi, jongen. Ah, ik zie je lopen. Hier. Ik zie een huisje hier. Daar ga ik even snel in. Ben je al binnen geweest hier? Nee. Daar nog niet. Oh, hier. Hey, dat is ook cool bedacht. Dit moet je zien. Wat hij gedaan heeft, boven de oven heeft hij hekjes gezet. Dat is net een pijp. Oh, dat moet Jan even zien dit. Ja, Jan, kijk. Jan kijkt wel dus. Ja. Hier, klaar, licht erbij aan. Hier, maar kijken. Mooi, hè? Dit is echt vet. Popje gezien. Is de werkbank? Ja. Weet je wat ik noem met die werkbank? Ik ga even 64 klompjes erop gooien. Hup, en dan heb ik wat 7 goudstaven. Gewoon omdat het kan. En die pijlen doe ik weer terug. Zo.
dit mooie boerderijje. Ja, is dat een Nefertiti of een gouden... Ja. Jemig, wat is dat joh? Ja, moet je kijken, er is ook een boerderij erachter. Wacht even hoor, kom even aan. Oh, dat bedoel je joh? In de verte. Oh, wat magisch. De Gold Dome. Geen idee. Die huisjes zijn ook leuk. Wat staat hierboven? Oh, spawner. Oh. Njordis Hall, Gold of the Sea. Oh, hier is de spawner binnen. Dat betekent natuurlijk dat die mooie spulletjes binnen liggen. Dus, wij moeten hier kijken. But how are we gonna do that? Nou, gewoon deur open en slaan. Als ze allemaal voor je dan kunnen ze het ook niet uit. Ze moeten mij hebben, dus op zich zou het helemaal niet gek zijn als jij dan zeg maar besluit ja, om maar die... Ja, ik heb ook een paar tikken uitgedeeld. Ja, maar je kunt het niet vanaf deze kant in, denk ik dan. Zo, kapot. Held. Ik denk dat er achterin nog zo'n ding zit, trouwens. Nee, niet. Zo, hé hé. Hey, een boek. Een boek. Duurzaamheid 3. Een magisch boek. En klompjes weer. Hier is een bordje. Met The Plains of Idavol. Wow, dit is vet hoor. Dit is echt heel tof. Wow. The Plains of Idavol. Ja, maar dit is natuurlijk gewoon een soort van hemelse... Asgard is toch zeg maar een soort van Noorse hemel. Dacht ik altijd. Ja, daar wonen de goden. Daar woont Thor en Zeus, zou ik zeggen. Dat is bij de Grieken. Hoe heet zijn broer? Dat is, Zeus is toch Thor? Ja. Ja. Hoe heet zijn vader ook alweer? En Loki, dat is de broer. Heet Hol, volgens mij. Is hier nog eens een mooie kist? Nee. Hier is weer een spanner trouwens. Oh, ik kom maar ik zie door het riet. Ik ben echt een struikrover, ben ik nu. Ja, ik zie je. Ik zie je in de verte. Wat mooi is dit, jongen. Dit is echt prachtig. Ja, dit is echt mooi. Amazing. Hier, kijk eens. We zijn in de Gouden Stad. Hier kun je ook al die andere eilanden zien vanaf hier. Hier, ik kijk daar nu uit op die plek Midgard is dat, hè? Daar, met dat kasteel. Midgard. Hey. Ik hoor trouwens een zombie. Ja, het is hier is het gekkenhuis. Hier dat huis daar. Het grote huis. Nou, mooi. Grote huis. Grote prijzen. Grote prijzen. Hoppakee. Ja, het is Gecko House hier. Een Gecko House. Oh ja, hier. Oh, er zijn heel veel spawners. Dan gaan we even een beetje kapot maken. Ik ga door het raam heen, die gasten tikken. Ik ga dat spawnen gewoon. Hier is één kapot en aan de andere kant ga ik hetzelfde doen. Aan de andere kant doe ik precies hetzelfde trucje nog een keer. Wacht even. Haha! Kapot! Ja, wel even eten. De sporen zijn kapot, dus ik moet nog wel even een hapje eten nu. En dan gaan we even slapen. Als dat oh, er zijn echt veel, hé. Echt veel. Ik heb zin om zo'n blok TNT erin te flikken en dan... Hij zei wel dat we het nodig zouden hebben. Ja, maar hoe doe je dat? Nee, echt niet. Wacht. Is het nu rustig? Yes. Er is nog eentje, die is hier. Hoe steek je zoiets aan? Gewoon met een fakkel, dacht ik. Ik heb geen fakkels. Of een aansteker, gewoon een fakkel. Toeter! Gaat die kapot? Kijk. Aansteken. Oh, je hebt me natuurlijk dingen gegeven. Of een schaar. Nee, dat is een schaar werkt niet. En vuurpijlen dan. Dat is er wel een hoor hierboven. Hier is een ei. Een boar mount. Oh, hier zijn er heel veel. Ik ben bang dat ik hier dood ga, Paul. Nou, span is kapot.